Wat speelt zich af achter de camera? Nu bij RTL 4, een kijkje in de keuken. In Badger, achter de schermen. Goed jongens, wat blijven we doen? 1 minuut over de tijd. Ah, deze. Daniel. Sorry. Kom binnen. Keiharde muziek altijd. Elke ochtend. Ben net wakker. Hoppakee. Ja, oké. Is goed. Draaidag 69. Ja. Van de Vic. Oeh. Ja goed, Louietje. Het is altijd weer een dag vol vreugde. Hé? 47 figuranten. Lekker. Lekker op. Kom. Wacht, ik dat naar beneden komt. Dan. Morgen, hey. Piet. Excuses. De bel. In het begin was het toch een beetje aftasten dan met elkaar. Want het was toch moeilijk om een eenheid te vormen. En dat is godzijdank wel gebeurd. Heel goed zelfs. Ik ben van de generatie dat Piet Ruimer, dat was nog het Zwarte Piet. En het was toch wel een beetje gek om, ik kan het niet anders zeggen. Ik maakte ook hele flauwe grapjes in het begin de hele tijd. Hey Piet, waar is het boek? Oh, we hebben zo vreselijk veel gelachen in het begin. Echt geweldig. Eerste draaidag was zenuwslopend. Dat weet ik alleen nog maar. Zenuwslopend. Zoeken naar je rol. Allemaal nieuwe mensen om je heen. Eng. Hey, hey, hey. Hey. Hey, Piet. Hey. Mens. Die vrouw. Daar gaan we doen. Ja. Ja, ja, zeg ik dan. Ja, ja, zeg ik dan. Ja, ja. Nee, trouwens, oh ja, natuurlijk is het met het alibi. Ze kan het helemaal niet gedaan hebben. Alibi. Oh, alibi. Oh ja. Ja. Nee, nee. Nee. Tante. Zullen we even één doorlopen doen, jongens, zonder alle figuurs erbij? Ja, graag. Ja. Oké. Okay. En actie. Wie wist niet dat je sporen van pepperspray in een tas kon terugvinden? Nee, ik ook niet. Beetje bluf. Heren, vandaag levende muziek. Een echt pigment noem ik tenminste levende muziek. We hebben het z'n allen gelapt, want tante Jansie is jarig, hè? Ja. Gefeliciteerd, meid. Ja, dank u wel. Nou, tot je dienst, hè. Hey. Ik even het wordt nu nog gezellig. Oh. Zeg maar hier aan zitten. Minder dan ja. Dat je hier van gedacht. Ja. Oké, okay. Klopt. 48 teken. Actie.
Ik heb nooit geweten dat je sporen van pepperspray in een damestasje kan terugvinden. Nou, ik ook niet. Beetje bluf. Heren, vandaag levende muziek. Een experiment. Dat noem ik tenminste levende muziek. Houdoe. En stop. Helemaal goed. Nou, wat ik even zien wil, ja. Maar in ieder geval het moment dat hij zich openmaakt is helemaal top. Meer moet het niet zijn. Dan ga je door naar Jans. En dat zit. En die laat ik lachen. En... ja, het is misschien wel leuk als er dan net even iemand komt die tegenover... Meneer, luister, wat ik dan zeggen. Dat er iemand komt die feliciteert dat zij net opstaat het seizoentje. Ja, dat is ingewikkeld, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, wat moet je zeggen dan ineens? Ah, ja, maar ik kan het wel, hoor. Zeg. Niet in de kamer kijken. In deze kamer, als je kijkt, maar die is er niet. Die is er gewoon. Ja. Vierde wand. Dat is onze vierde wand, ja. Hallo. Of het wat is. Links en rechts bij brug. Als jij dan naar beneden bent gepind, dat jij hem hier ergens oppakt, weet je. Wacht wel even tot hij lekker even op de brug is. Ja, want nu was hij net iets te snel weg. Ze staan nu uit. Oké, deze. Heel positief voor mij is dat, dat het in Amsterdam speelt. Ik ben een Amsterdammer en dat voelt goed aan. Ik heb er nooit voor gekozen om acteur te worden. Het is geen roeping voor mij. Het was meer een soort nieuwsgierigheid en toen ben ik daarin gerold. Meisjes komen altijd heel erg schuw binnen. En aan het eind van de dag dan staan ze als voor eerder prostituees achter de ramen. Dat is wel heel erg leuk om te zien. Ben je een Spaanse? Ja, ik ben een Spaanse. Oh, dan zie je bijna niks van. Nee, hè? Je hebt niet eerder meegedaan, hè? Nooit gedaan, nee. Het is toch dat het een beetje mooi weer blijft, want je gaat erg uit de kleren. Oh. Ja, oh. Gezellig, toch? Gezellig, ja. Oké, okay. Zien we elkaar straks mee. Ja. Moet wij? Sorry om je weg te nemen van mij. Dame. Dat zijn wij hier. Ik kom hier. Dat betekent dat ik een vrouw. Die is er altijd. Donald en actie. Waarom? Wat doen we? Ja, nou ja, kijk, ik doe het natuurlijk in het dagelijks leven. En ik ben een meisje van dichterzee.
Nee, leuk om te doen. Ik speel een uurtje. Is leuk? Een uurtje. Ik ben buitenlander, dus ik kan niet zo goed spreken. Ja, ik vind een beetje eng, hè. Oh. Ja. Het lijkt op net als een prostituut. Nou, kijk, de vriend gaat straks kijken naar de tele. Hij weet het niet. Dus vandaar. Bijna tegen de ruit aan. Oh, sorry. Dus, laat op de muziek. Ja. Wees niet bang. Laat je lichaam zien. Dat is je handelswaarde. He? Je lichaam moet je verkopen. Met een smile. Oké. Nee. Kunnen we een beetje opschuiven? Oké. Okay. Ja, maar dan zit die voor die andere boer in de deur. Ja, nee, maar die zie ik. Jij mag hier komen staan. Ik ben hier, ja. De mannen lopen weer langs en probeer ze te blijven. Ja. Gaan we goed op. Stil graag voor opname. Ik ga voor mijn teken. Stilte, opname. Camera. Geluid. Actie, figuratie. Actie. Dank u wel. Ja, nee. Na het werk van hem. Opnieuw? Ik heb nog niets gehoord. Ritje? We doen het nog een keertje graag. Op het moment dat zij dus opstaan en hierheen lopen, lopen ze voor langs en dan zie ik hun dus in geld. Ja. En ze moeten vrolijk zijn, veel meer bewegen. Ik moet iets doen van school. Ja, maar we hebben ook niet gezegd wat makkelijk is. Gewoon zo. Had ik veel? Nee, maar gewoon meer bewegen en niet zo ongelukkig eruit zien. Ja, oké. Okay. Oké, achtergrond dames. Heel erg lekker bewegen. Goed. Smile. Lekker gaan, lekker sexy. Gezellig. Stilte, opname. Alles uit de kast. Met kapotgeslagen vingers zeker. Even kijken of ze te liegen. Gaan we doen? En stop! Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, het is eng. Het is erg warm binnen. En dan gaan we terug naar 7. We blijven in de buurt hier. Ik zweet heel erg, ja. Het is een beetje zuurstofloos binnen. Dus wat gaan we doen? Even een hapje zuurstof nemen. Binnen de Jordaan in Amsterdam. Heerlijk. Tik een pilsje. Ook een fles die open kan. En weer dicht. Chocomel, de enige echte. Hey, Van Stee, de buurvrouw. Dag buurman. Toch wel groene stroom, hè? Want hoe meer mensen het hebben, hoe meer het helpt. Ja. Samenwerken aan een schonere toekomst. Doet u mee? Graag. Ja, groene stroom van Essent blijft een verleidelijke, verstandige keuze. Want ook al vervalt de overheidssubsidie op de levering van duurzame energie, groene stroom van Essent, ook in 2005 voor dezelfde prijs als gewone stroom. Ja, want beloofd is beloofd. Bel 0800 5000 of kijk op Essent.nl. Essent, helemaal thuis.
Marien Kuik. Body odor boy make a big noise playing in the street. Gonna be a big man sound that you got mud on your face. Big disgrace, kicking on a banner all over the place. Have a break. Have a Kit Kat. Probeer nu Wilkinson Quattro. Het enige scheersysteem ter wereld met 4 mesjes en 2 huidverzorgende strips. Voor de gladste en zachtste scheerbeurt ooit van Wilkinson. Are you ready? Nieuw Wilkinson Quattro. Get ready. In een echte Italiaanse pizzeria is de pizza rijkelijk belegd. En heeft een knapperige, dunne bodem. En dat is precies zo bij Ristorante Pizza. Waar u ook bent. Ristorante smaakt altijd zoals bij de Italiaan. Dat zijn oranje-roze dingetjes. Op het een. Ze zijn eigenlijk een beetje verschillend soms. Erop spugen. Weer aftrekken. Met een tang. Het is vreselijk. Dat wel. Formule W verwijdert vratjes pijnloos. Friese vlagbreker. En tussendoortje dat altijd tussendoor kan. Wow, what a big day this is for the local favorite. My goodness, he sliced it straight into the car park. Where's it going from here? He's not in the fairway. He's in the cafe. Little help from the lamppost. And this is a bunker with a difference. And he's gone for the flag. And what a wonderful finishing shot. TV kijken, internetten en bellen met UPC. UPC, daar kom je voor thuis. The curves you got, deeply dippy about the fun we had, deeply mad, mad for the fun. All right. We had. Oh, yeah. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, so let's set sail for. Gaat er wel eens een dag voorbij zonder verkade? Het voetbalkanaal. Nu 3 maanden gratis bij digitale tv van UPC. Bel 0800 1872. Online gamen? Je haalt eruit wat erin zit met WannaDoe Breedband. Nu vanaf 9,95 per maand. Zonder datalimiet, zonder instapkosten. Bel 0800 8048 of ga naar Telme of Tiever Telecom. Hey. Nieuw bij Jorin, mijn vieze, vette, vervelende verloofde. We are engaged and we are getting married on national television in 3 days. Als haar familie erin trapt en ze met deze helse schoonzoon weet te trouwen, wint ze 1 miljoen. If anyone objects, speak now or forever hold your peace. Maar er zitten wat abbertjes onder het gras. Vanaf dinsdag 9:30, Jorin. Everyday checkt WCC ook alle aanbiedingen in folders en kranten. Zodat u bij WCC iedere dag gegarandeerd de laagste prijs betaalt. WCC noemt dat Everyday Low Pricing. Everyday. En actie! Het zijn weer matsweken bij C1000. En dat betekent veel producten voor de helft van de prijs. Geen fratsen. Dat scheelt C1000. Everyday checkt BCC voor u de prijs. Vindt u na aankoop toch een lagere prijs? BCC betaalt u het verschil plus 25% daarvan terug. Met een lach maak je vrienden. Als zij jou zwanger heeft gemaakt. Bij RTL 4, druk. Let op. Druk. Laat ze maar lachen. Morgen om 9:00.
Straks ziet u het gevleugelde personeel van EasyJet in actie in Airline. Maar eerst verder met Baantje achter de schermen. Hier om 11:30 en het is nu uurtje of 2. Ze gaan nog eten ook, dus... Nou, het zal een uur of 3 worden voordat ze beginnen. Ja, dus ik denk dat we een minuutje of 6 weg zijn. Maar ja, we zien het wel. Het is gezellig. We hebben de kok gesproken, dus dat was wel leuk. We zijn met hem op de foto geweest. Ik zit in elke scène, dus in elke dag ben ik aanwezig 10 uur. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dat is zwaar en ik heb zo'n 6-7 pagina's tekst per dag die eruit moeten rollen. En liefst niet eruit moeten rollen, maar gewoon gespeeld moeten worden. Zodat jij denkt van, oh, dit bedenkt hij maar net. Dus er moet wel iets mee gedaan worden. Het is ontzettend leuk om in een groot succes te zitten. Dat is, al is mijn aandeel daarin vrij gering, dat is heel prettig. Dat het geen routine wordt. Daar moet je voor oppassen. Een kleine rol spelen is vergt een bepaalde concentratie die ik niet altijd kan opbrengen. Ja. Nou, nou krijg ik Martin. We slapen. Ik kom net uit bed. Ik zal iets als een slaapoog doen. Ze zijn helemaal rood. Goedemorgen. Ik heb de regel meegebracht. Nee, maar een beetje. Het is wel expeditie, ja? Ik droom dat zij het kampioen werd. Oh. Toen werd wakker, toen was ik zo. Hij is de enige feyenoord tussen alle Ajax hier. Wakker, wat wil je?
is wat. Ik krijg helemaal rode ogen van Lia. Kijk dan. Ze hadden mij gevraagd om voor die vrouw op te zetten. Ze zeggen dat ik ga plezier worden. Punten tegen elkaar. Ja, punten tegen elkaar aan. Ja, ja, bijna wel. Kijk, hij heeft namelijk een dan ga ik op de reis van achterover. Dan. Wachten. Uren, uren wachten. Wat is het dan? Wat gebeurt daar? Hé jongens, allemaal op de set daar. Bloed, hartstikke leuk. Sensatie. Hier op het level en. Repetitie en. Actie. Je kent elkaar zo goed ondertussen, dat ja. Je moet ook wel van elkaar gaan houden natuurlijk na 5 jaar, anders was het lang opgehouden. Wat het een beetje met zich meebrengt, is dat ik merk aan mezelf dat ik me soms wat jongensachtiger gedraag dan dat ik eigenlijk zou willen. Dat ik een beetje zo een van de jongens word met hun. Ik mopper, zeggen ze. Maar dat is ook een houding. Baantje betekent nogal wat. Er moet mensen ook niet aankomen. Het is bijna een persoonlijk iets geworden. Let op. Zwaailichten. Houd stil, dankjewel. Geluid. Het is een heel erg privé moment dit, hè? Make-up voor de combinatie was. Make-up is niet leuk en make-up worden echt gefilmd worden is helemaal niet leuk. Leuk. We zitten hier nu al 4 uur. Ja, het is 4 uur en het is ijskoud. Ja, dus mij is het geloof ik bijna afgelopen. Hoop ik. Het is nu 4:15. Dat is altijd de tijd. Sorry, dat is altijd de tijd. De tijd gaat zo direct echt heel erg dringen. Worden mensen kribbig, het wordt laat en zo. We zijn al moe natuurlijk. Dus dan worden mensen heel erg kribbig, kunnen niet meer normaal praten. En de stress die wordt hoger en het moet er allemaal op, want we hebben maar zoveel uren per dag. Dus. Houd stil. Als iemand van jullie met haar mee kan. Nou, laat mij maar.
Er is iets gezien. Het zal niet de eerste keer zijn dat een getuige bezoek krijgt in het ziekenhuis. Wil ik bewaking regelen? Hoe lang is je nou weg bij het korps? Jaar of 5, 6? Met maart 5 jaar. Hey, stop. Zijn klaar voor vandaag. Zit je er? Dankjewel. Nou, kut hoor. Ik weet het niet.